Morgen allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Voor de mensen die nog achterin zijn, kom naar voren, zoek een plek. En voor de mensen van de band, voor zover nog niet onderweg, want jullie zijn volgens mij allemaal al op het podium, wilde ik vragen, kom maar naar hier. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ook de mensen nog verder achterin, kom naar voren. Ik heb een aantal mededelingen voor jullie. Even een kijkje in de agenda en een aantal dingen voor meer praktisch. Allereerst hebben we een jarige vandaag. En die heb ik nog niet gezien. Kerim Omri is jarig vandaag. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Voor de mensen die zijn telefoonnummer hebben, stuur even een berichtje. Laat hem weten dat je aan hem denkt vandaag. En dat zeg ik vaker vanaf deze plek, maar dan denk ik altijd, doe je dat ook? Dus misschien moeten we dat gewoon even gelijk doen. Je hebt het al gedaan, voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan. Ja, gelijk maar even doen. Willen jullie nog iets tegen hem zeggen? Ja? Nou, dat gaan we dan even zo meteen doen. Zeg maar even gefeliciteerd. Hey Kerim, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ook namens je familie in life. Oké, nou dat is gelukt. Goed zo. Verder, even een kijkje in deze week. De dames zitten goed. Jullie hebben het natuurlijk allemaal al in de agenda staan. Ladies Night, morgenavond. Unique. En dat start om 7:45 inloop, maar 8:00 start het echt. Dus zorg dat je daar ook bij bent, hier in Kade 10. Verderop in de week is er ook Live Sistas op de vrijdagochtend. Inloop vanaf 8:30 en 9:00 start het aan de Braamslaan nummer 40. Dus voor alle vrouwen, zowel de maandagavond als de vrijdagochtend. Is het goed voor jullie allemaal om te weten, misschien een aantal hebben dat al wel meegekregen. Afgelopen week is Irma geopereerd. Gaat nog niet helemaal zoals gehoopt. Dus dat is nog wel pittig voor haar. Dus als je wat aan haar wil laten weten, heel graag. Dat kan door een kaartje te schrijven uiteraard. Die staan achterin. Maar als je die nu vandaag schrijft, kun je die ook direct meegeven aan Erik of José. Die gaan vanmiddag daar naartoe. Dus als je dat zometeen direct bij de koffie even doet, geef dat aan hen mee. Mag ook op een later moment. Maar laat ook weten dat je aan haar denkt en bid voor haar ook mee. Dan mag de collecte nog achter mij. En een mededeling over volgende week. Want ook dan moet je er zeker zijn. By Youth Sunday. Ja, daar zien we allemaal heel erg naar uit. Een dienst door de jeugd voorbereid. Maar voor de hele gemeente. Dus niet alleen voor de jeugd. Maar voor ons allemaal. Dus zorg dat je daar ook bij bent. En voor de jongeren die daarbij betrokken zijn, heel veel succes met jullie voorbereiding en zegen daarop. En dan zien we uit naar volgende week. Goed, ik wil de dienst starten met gewend. En dan geef ik het over aan de wend. Vader in de hemel, we komen bij u. Heer, we danken u dat we deze ochtend bij elkaar kunnen komen. Dat we uw naam groot kunnen maken. Heer, want het is om uw naam waarom we hier bij elkaar zijn. Om uw naam groot te maken, om te horen naar wat u wilt doen in ons leven. Heer, wilt u een zegen geven over deze dienst, als wij uw naam verhogen. Als Rob met ons het woord gaat delen, als we verder gaan in de serie Purpose. Heer, wilt u geven dat het ons hart mag raken en dat het ons dichter brengt bij onze purpose. Dat we geraakt worden en vanuit hier ook dat meenemen in de wereld om ons heen. Heer, ga met ons mee, geef een zegen over deze dienst. Wees bij ons in alle dingen, ook in alles wat ons afleidt. Heer, hou dat van ons weg, zodat we in alles volledig op u gericht zullen zijn. Amen. Rob zal verder gaan met ons in de serie Purpose. En ik denk het goed is om even voor hem te bidden. Dat is altijd goed. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. Dank u wel, Vader, voor Rob, voor zijn voorbereiding. Dat hij zich klaar heeft gemaakt. En ik bid helderheid over hem uit, Heer. Dat hij u mag verstaan, dat hij uw woorden mag spreken. Heer, wilt u hem uw woorden geven in zijn hart, Heer. Zodat hij mag spreken wat u wilt, wat gesproken mag worden, Heer. Heer, dank u wel, Vader, voor zijn voorbereiding. Dank u wel, Vader, voor zijn woorden, voor zijn trouw, voor zijn gehoorzaamheid. Heer, en ik kijk er gewoon naar uit, Heer, wat hij gaat delen. In Jezus' naam. Amen. Ja, nu wel.
Ze zeggen het is tijd om te verhuizen. Als ik kijk naar de zaal en mensen helemaal achterin. Fijn dat wij zijn hier met z'n allen. En ik had zin in om vanochtend hier te zijn. Met jullie, met ons. Misschien hoor je mijn stem, ik ben een beetje mannengriepelijk geweest van de week. Ik zat aan de poort van de hemel, klaar om te gaan. Maar Laura overtuigde mij dat het niet zo erg was. Ik zag een licht dichterbij komen. Ja, was de zon. Ja, ze deed de gordijn open. Maar, oh, joh, hè. Jongen, wij mannen. Ik maak een grapje, maar weet je, ik wil iets, voordat ik begin, ik wil iets vanochtend doen. Misschien een beetje ongewoon. Maar terwijl we aan het bidden waren, had ik echt de mannen in deze gemeente op mijn hart. En ik weet, wij bidden vaak voor de mannen op een vrijdagochtend bij de Banner Brothers. Maar ik wil alle mannen vragen om naar voren te komen. Als je 16 plus bent, kom naar voren en we gaan voor je bidden. En ik weet, soms de struggles, de zorgen, de verantwoordelijkheden die de mannen moeten dragen, die zijn de taak gegeven om hun gezinnen te leiden als je een gezin hebt, als je getrouwd bent met vrouw en kinderen. Ik zeg niet dat het een zware taak is, maar het is wel een verantwoording die je draagt. En ik denk soms is het wel goed, ja, wel een mooi beeld is. Come guys. Come Simon, ik denk ik klink al, maar I'm sounding okay, so escape for a bit van de geluidstafel. Met al onze victories, onze overwinningen, met al onze momenten van falen, dat we denken, oh Heer, ik weet dat het beter kan. Met onze struggles, met onze vallen, met onze opstaan. Ik denk het is belangrijk voor ons dat wij klaar voor ons staan. En ik wil je ook als mannen vragen, als je niet iemand in je leven hebt bij wie je snel kan zijn, wees er een belletje, een telefoontje, een appje, bid voor mij, kom, help. Zoek iemand op. Er is iemand die klaar voor je staat. Je hoeft niet door het leven alleen te gaan met je worstelingen en met je dat onwetendheid en soms zo'n hoge verwachting dat jij moet het weten en soms je weet het gewoon niet. Ik heb dat in mijn eigen leven. En ik wil voor ons bidden vanochtend. En God zalving vragen op ons, om ons te helpen. Om de mannen te zijn die hij van ons vraagt om te zijn. Dat wij de moed zullen vinden om relaties aan te gaan met andere mannen op te zoeken. Met wie wij kunnen gewoon koffie drinken, onze harten delen, onze levens te delen. Liefde, leid, overwinning en onze failures. Ja? Vader, ik dank u voor mij. Ik dank u voor deze mannen. Van deze gemeente dat wij hier kunnen staan vanochtend, Heer. En wij staan hier zo in uw aanwezigheid. En ik denk terug aan Jezus. En Jezus, hoe vaak u een oproep deed aan uw Vader voor kracht en voor moed. Want soms het leven werd voor u ook te veel. En ik dank u, Heer, dat als wij hier staan, u komt met uw geest. En u waait met uw geest en u raakt aan met uw geest. Om elke man te vullen en om te geven wat nodig is. Voor de een een hand op de schouder en de ander een volle omhelzing, een knuffel, Heer. En ander een woord. Heer, wat wij nodig hebben als mannen. Ik dank u dat u dat geeft. En u deze mannen bedient vanochtend. En u deze mannen moed geeft vanochtend. En u deze mannen zicht geeft op de toekomst, Heer. Dat wij als mannen kunnen gaan zien wat u aan het doen bent. In onze eigen levens, in de levens van mensen om ons heen. Heer, dat wij onze vrouwen en onze kinderen en onze vrienden en onze collega's mee kunnen nemen. Ik dank u, Heer, voor de kracht die hier staat vanochtend in deze mannen. En mannen, ik zet je vrij in Jezus' naam om te gaan wandelen in alles die hij voor jou heeft. Twijfel niet aan jezelf. Hij is in ons, hij is met ons.
En hij leidt ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Thanks, guys. Thank you. Mooi beeld, hè? Al de mannen te zien. De grijsharige, de geinharige. De krulharige, die grijs zijn. Ik heb net met Ronald, hadden we het over Simon de Zeeloot, vlak voor de dienst. Hmm. Dat de Zeeloot was een hippie, zeg maar, een strijder voor God. Hmm. Dus heel tof dat hij hier met elkaar staat. Ja, wil je dat delen? Wil je dat delen? Ja, te maken. Net voor de dienst stond ik met Ronald Bouwman even twee tellen te geinen over Simon, die daar achter de knoppen zit. En ik zei, Simon de Zeeloot. En toen zegt Ronald, ik zal eens opzoeken wat een zeeloot eigenlijk is. En een zeeloot is een, verbeter me als ik het fout heb, een strijder die voor Gods Koninkrijk gaat. Bijzonder dat we daar dus over stonden te grappen. Maar dat je hier dus als club mannen voorin staat. We mogen echt strijden. Onze gezinnen voorgaan, de gemeente voorgaan. Eigenlijk de hippies van nu. Dus lekker maar matjes eraf, maar ik laat hem groeien. Goed, thanks Robert. Strijders in Gods Koninkrijk, dat zijn de mannen, dat zijn de vrouwen, dat zijn het jongeren, dat zijn het ouderen. Zo zijn wij allemaal en dan samen. Wat een leger die ik voor me ziet. Een army, hè? Wauw. Voor de laatste keer, en niet de laatste keer dat je het ooit zal lezen, komen we bij Efesius 2, vers 10. En dat zegt, op de beamer. Want wij zijn... Kom op, ga bij de rest, mensen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden gaan wandelen. Ben je aan het wandelen in de goede daden die God voor jou voorbereid heeft? He? Vraag. Ja, nee, misschien komt. Het komt maar. We zijn bezig met een serie voor onze gasten die er vanochtend hier zijn. Een serie die heet Purpose. Ons doel in het leven vinden. En mijn hoop is dat over de afgelopen weken, het is een serie van 6 weken geweest, met een aantal pauzes tussendoor. Maar het is mijn hoop geweest, en het is mijn hoop, dat wij als individuen, maar ook dat wij als gemeente, onze doel, onze purpose in God hebben gaan ontdekken. Als wij openbaring van God krijgen, hoeven we niet te speculeren. Als God iets ons zegt, hoeven we niet te denken, ja, is het dit, is het dat, wat is het? Gods woord is duidelijk over wat ons doel is. En even als voor de herhaling, mijn doel is om Jezus Christus te kennen. Amen? Dat is ons eerste doel. Mijn doel is gelijkvormigheid met Jezus, Christ-likeness, om zoals Jezus te zijn. Mijn doel is de gemeente van Christus, om een onderdeel te zijn van zijn levende lichaam, de church, community. Mijn doel is het dienen van mijn naaste. We hebben vorige week daarover gehad. En vanochtend ga ik deze serie afronden en ook samenbrengen in één geheel met het doel van Jezus bekendmaken. Making Jesus known, dat is ook een doel. Zo, we weten dat onze life visie statement is wat? Wat is ons visie statement? Wat willen wij gaan worden? Nee, dat is ons missie statement. Familie op missie. Gelukkig weet één persoon, de hele gemeente, dat. Ons visie is, wat wij zien dat wij gaan worden, is wij willen een familie zijn die op missie is. En wat is onze missie? Jezus kennen en hem bekendmaken. Geweldig.
En als we kijken naar de serie waar wij bezig zijn geweest, Jezus, wij zijn begonnen met Jezus kennen als onze eerste doel. En onze laatste doel is om hem bekend te maken. Jezus kennen en hem bekend maken. En al de andere doelen vallen in het middel van deze twee. Dus mijn vraag aan jou vanochtend. Heb jij soms dat gevoel dat je bent je motivatie kwijtgeraakt, je richting, het focus van je leven, het is een beetje allemaal warrig geworden. Er is meer vraagtekens dan antwoorden. Als dat zo is, dan de 5 sleutels die van deze doelen. Mijn hoop is dat die ons gaan helpen om te gaan focussen in ons levens. Als je de vraag hebt, waar gaat het over? What is life all about? Een van de grootste life questions, levensvragen. What's it all about? Ik denk, als wij deze 5 dingen kunnen nemen, het helpt ons om dan dat te gaan ontdekken en te focussen in onze levens. Ik weet niet of jullie dat gemerkt hebben, maar alle 5 van deze thema's of doelen, die zijn verbonden met elkaar. En ieder raakt de ander aan. They are connected together. Dus denk over deze doelen als de vingers op een hand. We hebben 5 verschillende purposes gehad, inclusief de eind van vanochtend, om Jezus bekend te maken. En kijk naar deze doelen als de doelen op een hand. Die raken, elke vinger raakt de andere vinger. Die zijn verbonden aan elkaar. Met 1 groot doel. En wat is de groot doel? Is om de Vader eer te brengen. De Vader te prijzen. Dat hij het eer zal krijgen. Zo als ik hem dien met deze 5 doelen in mijn leven, ik breng hem, ik geef hem eer. En dan, zoals vanochtend is gezegd, wij heffen onze handen. En we worship him en we praise him. Zo, we kunnen de grote opdracht, dat is wat wij noemen om Jezus bekend te maken. Kijk naar mijn hand. Kijk, dit is de grote opdracht. Wij kunnen de grote opdracht niet vervullen als wij ons naasten niet lief hebben. Aandacht voor onze naasten. Als wij niet van ons naasten houden. En dat is uitgedrukt in het dienen van ons naasten. We kunnen de belang van ons naasten niet liefdevol dienen als wij niet gekoppeld zijn aan een liefhebbende gemeente, de gemeente van Christus. Wij kunnen niet een gezonde, liefhebbende gemeente van Christus zijn als wij niet allemaal streven om Christ-like te zijn. Want anders, wij gaan allemaal ons eigen ding doen en er is ruzie en oneenheid en het is een gekkenhuis. Dus wat maakt deze... We hebben een pink, we hebben een ringvinger, we hebben een vinger in de middel. En dan, wat is het, een wijsvinger. En dan we hebben een duim. En we kunnen niet Christ-like zijn, Christus gelijkvormig zijn, zonder om een levende relatie met Jezus te hebben. Dus als jullie gaan vragen, ik ga dit beeld vaker gebruiken vandaag. Maar ik ga jullie vragen om het ook mee te nemen de volgende dagen en weken in. Het beeld van de hand. Wat is mijn doel? Kijk naar je hand. Elke keer dat je iemand een hand geeft, je geeft hun de doelen van je leven. Een high five, kijk naar je hand. Zo, we gaan vanochtend even een beetje eruit verdiepen. Wat het betekent om Jezus bekend te maken. Dat grote opdracht. Ik heb 3 mooie punten, elke goede preek. Voor ons, ik ben bezig met een preekcursus voor onze toekomstige sprekers. En elke goede preek, hij heeft hoeveel punten? 3, daarom hebben we 3 punten vanochtend. Ik ben nooit in een dienst geweest en de man begon te zeggen, ik heb 28 punten vanochtend. Ik zag het door mijn schoenen en ik dacht, oh jee, komen we ooit hieruit? Zo, we hebben de 3 vanochtend. Oké, wees gerust, je komt thuis voor de lunch. Oké. De eerste punt vanochtend is, Jezus bekendmaken is een opdracht aan ons allemaal. Schrijf het op, oké? Notitieblokken. Ik wil meer zien in de gemeente. Jonge mensen, schrijf het op. Take notes. Het helpt jou om dingen te herinneren. Jezus bekendmaken is iets voor ons allemaal. En vaak kijken we naar waar zijn de evangelisten. Dat is hun taak. Mijn taak is iets anders. Maar vrienden, dat, en ik wil voorzichtig zijn in wat ik zeg. Ik zeg, dat is een leugen als wij zo denken. Dat er is een groep en dat is hun taak, maar dat is niet voor mij. Ik krijg vaak e-mails van andere kerken en ze hebben het over een evangelisatiecommissie in de kerk. Oké, ze mogen doen wat ze willen. Ik geloof niet erin.
Dit is onze commissie, onze evangelisatiecommissie is de hele gemeente. Wij zijn allemaal geroepen om Jezus bekend te maken in ons wereld. Matthäus 28 zei Jezus, opdracht van hem, ga dus op weg. Hij zegt, kom in beweging, discipelen. Kom in beweging, volgelingen van mij. En maak alle volken tot mijn leerlingen en discipelen. Er is een verhaal in het Oude Testament. So, dit is uit het Nieuwe Testament. En Jezus zegt, kom op, kom in beweging. Ga, vertel het goede nieuws. Er is een verhaal in het Oude Testament. De oproep was dezelfde aan een man die heette Jona. Jona krijgt opdracht van God. Hij zei tegen Jona, ga dus op weg, Jona, naar Ninive. En vertel ze, vertel de vijanden van Israël. Vertel de vijanden van God. De mensen die niet, God was niet vijandig richting hun, maar zij God. En God zei tegen Jona, ga naar de ongelovigen en vertel ze over mijn goedheid. En hij zegt, vanwege hun slechtheid zal ik ze moeten vernietigen. Dat is wat God zegt, maar ik wil het niet doen. Roep ze op naar bekering. Maar Jona vond dat deze groep mensen de genade van God niet verdienden. Dit waren ook de vijanden van de Israëlieten. En hij zei, nee, ik ga het niet doen. En we weten het verhaal, hij rende weg van de calling of God op zijn leven. We kennen het verhaal, hij werd opgeslokt door een grote stinkende vis. Hij kwam in de buik van de vis terecht. En daar had hij weer een ontmoeting met God. En God heeft het weer op hem benadrukt. Er is een roep op je leven, ik wil deze mensen redden. En de vis op de strand. En daar was Jona weer. En hij ging naar Ninive om hun te vertellen over God. En God zei tegen hem, verkondig hun de boodschap die ik je geef. Het was niet zijn eigen boodschap. Hij hoefde niet daar iets te verzinnen. Vertel ze de boodschap die ik jou geef. Dat is alles wat hij moest doen. En hij deed het. En weet je wat is gebeurd? De hele stad, inclusief de koning, heeft zich bekeerd. Is dat niet mooi? De hele stad heeft zich bekeerd. En Jona was boos op God. Hij was boos op God. En het is bijna alsof hij ging het evangelie brengen zonder geloof. Zonder te geloven dat het enige verschil zou maken. Misschien was hij heel hoofdhartig in wat hij deed. Hij wilde niet te zijn. Hij wilde niet bij deze mensen zijn. Hij vond ze niet passend bij hem. Niet vroom genoeg bij hem. Heel werelds. Had geen geloof om het te gaan doen. Hij wilde het niet doen. Maar toch heeft God het gedaan. En Jona, zijn reactie aan God was, ik wist het. Ik wist het dat u het zou doen. Ik wilde niet dat u het zou doen, maar ik wist het dat u het zou doen. Niet eerlijk. En hij zegt, maar u bent een God die genadig is en liefdevol is, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En vrienden, dat is de karakter van God. En dat is onze boodschap die wij brengen aan anderen. Dat hij genadig is, liefdevol is, geduldig en trouw. En hij is tot vergeving bereid. Verkondig, Jona. Verkondig, Lifus. De boodschap die ik, God, jullie geef. Praat over mij, wie ik ben. Niet over jezelf, niet je eigen boodschap, wat jij denkt leuk is. Verkondig mij. Zo mijn vraag van ons, aan ons vanochtend. Jezus gaf dezelfde opdracht. Ga op weg, maak alle volken tot mij leerlingen. Jona, ga op weg, Jona. Waar is jouw Ninive? Waar is jouw Ninive? Waar vraagt God om jou te gaan om mensen over hem te vertellen? Jezus bekend maken. En probeer om antwoord daarop te geven. Heb je een boodschap om te vertellen? Heb je een getuigenis om te vertellen wat Jezus in jouw leven gedaan heeft? Vertel over zijn goedheid en zijn grootheid. En vorige week hadden we het over zijn kiss of kindness. The kiss of kindness from a living God. Vertel mensen daarover. Ik zie Jannie daar zitten. Jannie stuurt mij een bericht in de week van. Ik zei, ik worstel met deze woord, soms met taal en kindness en vriendelijkheid. Ik kon dat. En Jannie zei een mooi Nederlandse woord daarvoor. Dat is goede tierenheid. The loving kindness of God. Dat is onze boodschap. Maar waar is jouw Ninive?
Punt nummer 2. De taak is mega groot. Leuke punt, hè? De taak is mega groot. Dus we noemen in Matthäus 28 dat het de grote opdracht is. In het Engels zeggen we the Great Commission. En great in het Engels betekent groot, maar betekent ook geweldig. It is great en het is groot. En het is beide. Het is iets die heel groot is. Maar het is ook een geweldige opdracht die wij zijn gegeven. Are you excited voor de opdracht die jij hebt ontvangen? Want het is voor ons allemaal. Allemaal. Kijk naar je buurman, je buurvrouw en zeg, I am excited. And if you're not excited, get excited. Het is een grote opdracht. Het is een geweldige opdracht. Wat een honor, wat een eer, wat een voorrecht om dit voor de koning te mogen doen, vrienden. In 1900, de wereldbevolking was 1,6 miljard mensen. 1,6 billion. 65 jaar later werd nog eentje toegevoegd. Was ik. 56 jaar later was de wereldbevolking 3,3 miljard mensen. Het was met 100% vermeervoudigd. Van 1,6 naar 3,3 ongeveer. 100% meer mensen op de aarde. Nu, 58 jaar later, want dat is hoe oud ik ben, is het meer dan 8 miljard mensen op de planeet. Vanaf 1965 het is bijna 2,5 keer zoveel vermeerderd. Dat is veel mensen. En weet je, elke mens, denk wat je wil over iemand, je buurman, je buurvrouw, Poetin, maakt niet uit, is in het beeld van God gemaakt. Mensen doen wat ze doen dat kwaaddadig is omdat ze zijn beïnvloed door de duivel. Maar God heeft zijn oog op een ieder. En God houdt van een ieder van die 8 miljard mensen. Een ieder van hen. Meer dan 3 miljard mensen die maken een deel uit van meer dan 6 of 7000 bevolkingsgroepen, zijn momenteel niet bereikt door het evangelie. 8 miljoen mensen op de planeet van 3 miljard zijn niet bereikt door het evangelie. En wat dit niet bereikt, of unreached people groups noemen wij het, betekent dat mensen geen toegang hebben tot het evangelie. Het is niet zo dat ze het evangelie kunnen horen of hebben gehoord en dat ze ervoor kiezen het niet te geloven. Het is dat ze het niet eens kunnen horen, omdat niemand om hen heen het weet. Wat voor hoop hebben wij als wij het niet kunnen horen? Het is één ding om het te horen en het af te wijzen. En we hebben dat vrije keuze om te doen. Maar vrienden, als 3 miljard mensen vanuit de 8 het niet kunnen horen omdat er niemand in hun omgeving is om hun dat te vertellen, hebben we een probleem. Wij hebben het probleem. De bekendmakers van Jezus, wij hebben een probleem. Wat een mega groot taak is dit om hem bekend te maken. Ik wil even een vooruitkijkje doen naar de toekomst. Openbaring 7 vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Dat is groot. Als niemand kon het tellen, dat is groot. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Ik moest denken dat wij zongen dat lied net samen van dat Yahweh, van wees verhoogd. Wees verhoogd. En ik wist dat ze zou preken vanochtend. En ik had dat beeld voor mij van mensen uit alle talen, alle stammen, elke natie, elke volk. Wees verhoogd. Waarom? Want hij is het waard. Hij is het waard om in elke taal, uit elke taal aanbeden te worden. Hij is het waard. Wees verhoogd, Yahweh. Bekleed met witte gewaden, in palmtakken in de hand. En zij riepen met een luide stem, de zaligheid, de redding, de salvation is van onze God,
die op de troon zit en van het lam. Wat een boodschap. Om daar te staan en vrienden, luister naar mij. Ik weet niet wat de datum is vandaag, 23 juni 2024. Ik ga volgende week op vakantie, volgende maandag. En zoals ik weet dat ik weet dat ik weet dat 1 juli aankomt, komt deze dag aan. En we lezen deze dingen soms als in de verre toekomst en die komen niet, die landen niet bij ons. Maar ik ga jullie vragen, wanneer wij daar zijn, kom, zoek mij op. Onder de ontelbare mensen. En zeg tegen mij, Rob, wij hadden het hierover. Die zondag, 23 juni. Do you remember? En we gaan daar zijn met z'n allen. Ja? Sommigen van jullie lijken heel blij en sommigen verdenken van, oké, we'll see. You, we are some crazy people. Hey? Zoals de dag van morgen komt, komt deze dag aan. En wij gaan daar staan met Zulus en Duitsers en Spanjaarden en elke taal, elke volk, elke natie. En wij gaan zeggen, wees verhoogd, Yahweh, Yahweh. En wij gaan zingen en wij gaan zingen. En weet je, ik had zo'n gevoel van op dat moment dat de band gewoon meezingt. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. I want to be there met jullie om hem te aanbidden. Maar vrienden, voordat dit kan gebeuren, moeten wij in acht nemen wat Jezus zegt in Matthäus 24. Jezus was aan het praten met zijn discipelen over de eindtijd, de einde de tijd, einde de tijden. En zij vroegen hem, zijn discipelen, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en wat is het teken van de volleinding van de wereld? Is dat soms een vraag die jij hebt? Ik wel. Weet je, er is zoveel om ons heen gebeurde. Is dit het teken van het einde? Is dat het teken van het einde? En Jezus antwoordde dat velen zouden komen die hem na zouden doen om anderen te misleiden. Ik ben de Christus. Nou, ik ben de Christus. En Jezus gaat verder en zegt, jullie zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Hebben we dat gehoord? Ja. Pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Is er gebeurd? Yes. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk? Gebeurd? Yes. En er zullen hongersnoden zijn? Gebeurd? Ja. Besmettelijke ziekten? COVID? Ja. En aardbevingen? In verschillende plaatsen. Deze dingen zijn dagelijkse gebeurtenissen om ons heen. Maar Jezus zegt, maar al die dingen zijn nog maar in het begin van de weeën. In het begin van de weeën. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal bekoelen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal de einde komen. Ze vroegen voor wat is de teken van uw terugkomst? Wat is uw teken van de einde? Het is niet de oorlogen. Het is niet de rampen en de disasters om ons heen. Dat zijn gewoon de weeën die al duizenden jaren aanwezig zijn. Wat is de teken van de einde wanneer het evangelie gepredikt is aan alle volken? Vrienden, we hebben 3 miljard mensen om te gaan. 7000 onbereikte, niet bereikte bevolkingsgroepen, mensengroepen. Het is een taak die groot is. Voordat Openbaring 7, voordat wij het kunnen ervaren, is Matthäus 24. En een oproep aan ons om aan de gang te gaan, om mensen met Jezus bekend te maken. Waarvoor geven wij onze levens? Waarvoor geef jij jouw leven? What are you giving your life to? Is dit belangrijk? Of is dit een hobby? Is dit belangrijk? Of is dit een zijspoortje? What are you giving your life to? Pinemijn, het is voor ons allemaal.
Deze grote opdracht. Punt nummer 2, taak is groot. Punt nummer 3, je hebt al wat je nodig hebt. Oké? Je hebt al wat je nodig hebt. Laat je niet intimideren door hoe groot de taak is. Ik denk, er is een gevaar als wij denken, iets is veel te groot voor mij. Ik ga niet aan beginnen. Hoe kan ik ooit 3 miljard mensen bereiken? Taak is te groot, ik begin niet eraan. Ga zeggen vanochtend, vergeet niet je hand. Kijk naar je eigen hand vanochtend. Vergeet niet je hand. We kijken naar het belang van anderen. We kijken wat ons naaste... Hier is de grote opdracht. Kijk, hoe gaan wij het doen? We kijken wat naast de grote opdracht is. Het belang van anderen, ons naaste. Naaste liefde. Wie is naast jou? Yes, we gaan naar Mongolië. Yes, we gaan naar de uiterste van de wereld. Maar wie zijn jouw naasten? Begin daar. Begin daar. En misschien hebben ze ooit over Jezus gehoord. Het gaat niet erom. Kennen zij hem? Kennen zij hem? Van je pink naar je ringvinger. Je naaste liefde. Naar je middelvinger. Wij zijn onderdeel van een gezonde apostolisch gemeente. Apostolisch betekent gezonde. Wij gaan. Wij blijven niet alleen thuis. Er is thuisbasis en there is the going. Wat naast de gemeente staat, dat is ons Christ likeness. Dat wij met z'n allen zoals hem willen zijn. En dan, de duim is hem. Jezus, het belangrijkste. En de duim raakt elke vinger aan. Jezus, hij raakt de grote opdracht aan. Jezus, hij raakt mijn naaste liefde aan. Jezus raakt de gemeente aan. En hij raakt mij aan om meer zoals hem te zijn. Hij, we hebben het over gehad, hij de bron, ik de rivier. Herinner je dat nog, een aantal weken geleden? Bron, rivier. Bron, rivier. Zijn wij gekoppeld met de bron? Ben jij gekoppeld met de bron? Vrienden, wij kunnen niet geven wat wij niet hebben. Dat is het verhaal. Nieuwe Testament, 2 mannen, Johannes en Petrus. Die gingen naar de tempel. Daar kwamen zij een verlamde bedelaar tegen. Hij vroeg geld. Maar zij wisten dat hij iets anders nodig had dan geld. Zij wisten dat hij genezing nodig had. Lichamelijk, in zijn ziel. En hij zat daar of hij lag daar te roepen. Ik kan me voorstellen van hij van gewoon zijn hand. Geld, geld, geef me geld, 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 geef me geld. De mensen gingen voorbij. En Petrus en Johannes zei, kijk mij aan. Er was een moment van, waarom hebben ze dat gezegd? Want ze hebben hem niet aangekeken. Kijk mij aan, zegt Petrus zei. Look at me. En vrienden, is dat onze boodschap ook aan de wereld? De wereld die verloren gaat, de wereld die verlamd is, de wereld die een bedelaar is, beggars, zonder God. Die zeggen, geef geld, 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 geef me geld. En het is onze taak om te zeggen, kijk mij aan, gemeente. Church, we are to call the world to look at us. Maar wat zien zij als zij naar ons kijken? Dat is de grote vraag. Gewoon ruzies onderling en oneenheid. En wij zijn betrokken met onze eigen dingen. Wij doen dit en doen dat. En met helemaal geen zorg voor de wereld. Waar is onze naaste liefde? Kijk mij aan, is de boodschap naar ons vandaag. En de man richtte zijn ogen op hen. En Petrus zei, zilver en goud hebben wij niet. Maar wat wij wel hebben, geven wij aan jou. Silver and gold I do not have, but what I do have I give. Church, wat hebben wij om te geven? Wij geven niet de wereld wat de wereld denkt nodig te zijn. Zilver en goud. Maar wat wij wel hebben, wij hebben hem. We hebben de duim. We hebben een relatie met de duim. En dat kunnen wij geven. En de duim, het draagt door aan de wijsvinger. En wij worden meer zoals Christus. En wij denken zoals hem. En wij doen en wij handelen zoals hem. En wij worden een deel van een groter geheel. Want ik kan het niet aan alleen.
Ik word een deel van een kerk, een church, een gemeente, een community. En dan samen kunnen wij veel meer doen. En deze community heeft dan aandacht voor ons naaste. En wij beelden dat uit. Wij dragen het uit aan onze naaste. En dan vervullen wij dat grote opdracht. Om discipelen van alle volken te maken. Ze ging verder. In de naam van Jezus Christus, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de hand, bij de rechterhand, en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Dat is het doel van deze. Dat alle handen naar hem zullen wijzen. Elke bedelaar, elke verlamde zal genezen worden, zal voorziening, salvation, redding, verlossing vinden in Jezus, dat elke hand naar hem zal wijzen. Misschien voel jij vanochtend onbekwaam. Misschien denk je, ik moet wel een stuk papier hebben om mensen te vertellen. Misschien denk je, ik voldoe niet aan. Ik heb niet wat anderen nodig hebben. Misschien denk je dat je tekort schiet op zoveel gebieden. Ik wil je herinneren aan deze. Toen de leden van de Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone en ongeletterde mannen waren, stonden zij verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide, Johannes en Petrus, in Jezus gezelschap had verkeerd. Vrienden, dit is het geheim en dit is de sleutel. Als wij niet dit gaan ontwikkelen, onze relatie met Jezus, gaan wij nooit dit bereiken. Als wij niet tijd met hem hebben, gaan wij nooit zoals hem worden. Gaan wij nooit een gezonde gemeenschap vormen. Gaan wij nooit een hart hebben voor ons naaste. Gaan wij nooit dat grote, geweldige opdracht van hem uitvoeren en kunnen uitvoeren. Thanks, Ajay. Vrienden, wij verkondigen een radicale evangelie, een radicale boodschap. Wij roepen mensen op tot bekering. Bekeer je betekent draai je om, ga wandelen in een andere richting. Laat je oude leven je achter. Het is niet een evangelie die mensen vertelt dat het leven op aarde beter voor jou zal zijn. Daar gaat het niet om. Het richt zich op de toekomst, op de eeuwigheid. Het is een radicale boodschap. Bekeer je, laat je dopen en volg hem. Dat is onze boodschap. Word een onderdeel van een healing community. Een genezende gemeenschap mensen. En we laten mensen Jezus zien en we laten mensen de gemeente zien. Kijk naar ons wereld. Dat moet ons boodschap zijn. Breng tijd door met ons wereld. Dat moet ons boodschap zijn. Je zal genezing in ons midden vinden, wereld. Dat zou ons boodschap moeten zijn. Je zal Jezus ontdekken en vinden. En ik sluit met deze tekst. Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 14. Komt het op de beamer? Yes. Dank je, Manuel. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Dat is de boodschap aan de wereld. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Dat is onze boodschap aan ons Nineveh. Waar is jouw Nineveh? Waar is de plek waar jij verkondigt, sta op uit de dood? Christus wil over jou stralen. En dan, het gaat verder. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Dat gaat nu over ons. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want wij leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, wees niet dronken met wijn, zegt een andere vertaling. Want dat leidt tot uitspattingen.
Maar laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing in jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want wij zijn zijn maaksel. Want jij bent jij. Jij bent zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Hier zijn onze goede werken. En ook een klein beetje in de gemeente. Maar hopelijk onze goede werken zitten allemaal aan deze kant van de hand. Geschapen om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden lekker gaan chillen. Op de bank zitten met onze serie. Kijk naar je serie, ik beoordeel je niet. Maar vrienden, er is een task te doen. Er is een werk om te doen. Het is groot. Het is voor ons allemaal. De evangelisten, die mensen die dat gave hebben van evangelist zijn, kunnen het niet alleen aan. Ze hebben de hele gemeente nodig. Dat wij het samen gaan doen. Waar begin je? Hier. Daar begin jij. Bij je naaste. Mensen met wie je contact hebt. Strek je dan uit om je kring te vergroten. Zelfs als er een Mongolië moet zijn. Dat zijn onze naasten nu ook. Maar er zijn mensen in onze omgeving die Jezus nodig hebben. Die Jezus moet leren kennen. Zullen we gaan staan en gaan de band vragen om naar voren te komen? We zitten aan het einde van deze serie. Purpose. Doel. Doel vinden. En zoals ik zei, mijn hoop is dat wij met z'n allen, als individuen en als gemeente, ons doel hebben gezien. En dat we gaan leren om ons doel te wandelen. Elke keer dat je hand ziet, vergeet niet. 5 doelen. Jezus, zoals Jezus woorden, gemeente zijn, je naaste liefhebben. En go. Verkondig hem. Maak discipelen. Maak mensen bekend met hem, zijn liefde, genade. Zoals Jonas zegt, boos op jou God, boos op u. Maar u bent een God van genade, liefde en trouw. En ik wil jou vragen vanochtend, als jij een reactie aan God wil geven. Als je zegt, Heer, hier ben ik. Here I am, Lord. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, maar ik maak mezelf beschikbaar. Vrienden. Jona krijgt een opdracht van God, maar hij zegt, ik ben niet beschikbaar, Heer. Als dat je antwoord is, ga niet in de oceaan zwemmen of op een boot. Als jouw antwoord is, ik ben niet beschikbaar, schuil je van de grote vissen in de omgeving. Maar vrienden, laat ons respons zijn. Heer, here I am, hier ben ik, Heer. Stuur mij. En de tijd zal laten zien en mijn gehoorzaamheid zal laten zien waar dat toe leidt. Maar Heer, mijn grootste verlangen is dit. Dat mensen een relatie met de levende God zullen hebben zoals ik ook heb. En Vader, ik bid voor ons. En ik dank u Heer voor ons Heer. En ik dank u Heer voor deze liefdevolle, warme bad van de gemeente. Maar Heer, het is zeker niet uw doel dat wij alleen maar komen op een zondag om lekker warm te baden met elkaar. Heer, u heeft ons gevraagd om te gaan. Heer, komen en gaan. Wij come and we go. En Heer, ik bid voor ons dat wij jong en oud en jong mensen neem een stap vanochtend. Zelfs als je plannen hebt voor je toekomst, nodig God uit in je plannen. Om te zeggen, Heer, ik ga een studie volgen. Ik moet nog gaan trouwen en kinderen krijgen en al die dingen. Die mooie dingen. Maar Heer, ik wil u volgen. Ik wil u de regie van mijn leven geven. En vrienden, ik ga jullie vragen nu, op dit moment, een heilig moment, om tegen God te zeggen, Heer, ik geef u de regie van mijn leven. Niet mijn plannen, niet wat ik wil zeggen, maar wat wilt u dat ik zeg? Kunnen we dat met z'n allen doen? Gewoon uitbidden. In je eigen woorden aan God, in je hart of als je dat wil.
Een simpel gebed. Heer, ik geef u de regie van mijn leven. En ik kijk ernaar uit om te zien waar mijn leven heen gaat. Met u en de leiding. In Jezus' naam. In Jezus' naam. We gaan dat lied zingen, Wees Verhoogd. En neem dit beeld mee van Openbaring 7. Mensen vanuit elke taal, bevolkingsgroep, land. Dit is een oefenmoment. Want dat moment komt. Ik kan je dat garanderen. Waarom? Omdat Gods woord het zegt. Dat wij met deze groep daar gaan staan. En jullie gaan mij opzoeken om te zeggen, remember Rob, remember. Remember how we praised him. How we worshipped him op 23 juni 2024. Hoe wij onze levens voor hem hebben neergelegd. Hem gevraagd voor hem de regie van ons leven. Do you remember? Do you remember? We gaan een hand geven en dan gaan we omdraaien. En we gaan zeggen, wees verhoogd. Wees verhoogd, Jezus.